Grondconversie stuit op weerstand binnen de Nationale Assemblée. Deze week is in openbare vergadering deze wet in behandeling genomen en Mahinder Yogi is voorzitter van rapporteurs en heeft enkele voorstellen aangekaart tijdens de behandeling, maar zijn collega's zijn niet helemaal eens met de voorstellen die hij heeft gepresenteerd. En in Mantentaki wordt tak abra apistordisi die manting. Goedemorgen, meneer Yogi. Goedemorgen, meneer Hiwat. Fijgo. Asam, waka so schwiti in het parlement ego om a grondconversie. De man begrijpt het doel voor a grondconversie of sana vrees? Nou, laat me u aangeven dat in het herstelplan is goedgekeurd grondconversie. Grondconversie wordt gezien als een bron van inkomsten voor de staat Suriname. We lopen op straat, we voeren acties, we klagen in het parlement. Dat ding is duur zijn het leven gaat niet. Want de staat moet ergens middelen vandaan krijgen om alles te kunnen doen voor die samenleving. Ja. En hier in herstelplan is conversie aangegeven als een van de bronnen van inkomsten. Dat is één. Twee is namelijk dat wij een concept hebben in het parlement, twee concepten, drie concepten, ingediend door de initiatiefnemers, Gayadin en Forsweek, die handelen over namelijk de verlaging van de zegelrechten, het verminderen van de overdrachtskosten bij familieverdelingen tot en met de tweede graad, maar ook voor alle andere verdelingen, daar hebben we voorstellen gedaan om dat ook te brengen naar beneden de 13%, zoals dat nu is. Er zijn voorstellen voor grondconversie in het parlement en de zaak is in behandeling in het parlement. En iedereen mag van mening met elkaar verschillen, dat is helemaal geen punt. Ja. Daarom is dat ding in een vergadering en het wordt daar besproken. En er is discussie en iedereen mag een bijdrage leveren. En iedereen mag zijn zinspunten aan de orde stellen. Dat doen wij als coalitie, dat doet de oppositie, dat doet elke parlementariër. En daar is niks verkeerds mee. Ja. Juist, de bedoeling is om middels debat te komen tot een vergelijk. Van jongens, dit is het gemiddelde waar we naartoe gaan en dit heeft draagvlak in die samenleving. Ja, voor alles maar begrepen door meneer Yogi, a grondconversie, ik hoor om dat die desmassa op grond op grondhuur kan bijna grond grond op eigendom. Dat is de kern van de zaak, meneer Hiwat. Ja. Dat if i abwampisi grond in grondhuur, dan Lanti moest giu a okasi na een wetgeving, mek you kan set a grondhuurrecht om in eigendom. Mm-hmm. En anu zomaar we access aan disi. Ik heb u net aangegeven dat in het herstelplan ja, conversie wordt aangegeven als inkomstenverhoging. Maar dat is één van de doelen ja. Die wordt aangegeven in het herstelplan. Mm-hmm. Maar er zijn zoveel andere zaken die we willen bereiken met conversie. Laat me u aangeven. Die hele rompslomp met betrekking tot overdracht van percelen. Elke familie in dit land heeft een probleem. Elke familie in dit land, waar je ook woont van Suriname, heeft een probleem met overdrachten. Het duurt te lang, je komt niet uit. Er zijn zoveel dingen waaraan je moet voldoen. Bij die omzetting van grondhuur en eigendom betekent dus dat die weg korter wordt. Dat je niet 5 schoenen moet versleten om die overdracht te kunnen doen van vader naar zoon of van kleinkind naar iemand. Dat het makkelijker gaat. Een ander voordeel is die zekerheid. We hebben meer dan 15 stakeholders gehoord vanaf 13 juli tot gisteren, eergisteren nog. Wanneer we bezig zijn geweest als commissie van rapporteurs om deze wetten voor te bereiden. En wat zegt met name de vertegenwoordiger van de banken. Ja. De vertegenwoordiger van de banken zegt, en meneer Parmisser en meneer Bouva en meneer Jones, die gaan voorbij aan wat de stakeholders gezegd hebben. En wat hebben ze gezegd? Zij geven aan dat de titel van grondhuur een heel zwakke titel is. Dat de titel van grondhuur weinig mogelijkheden biedt en weinig houvast biedt. Dus als je zegt dat, zwakke even, titel. Mag even afronden. Nee. Mag even afronden. Okay. Dat mensen, de bankinstellingen die krediet verschaffen op een terrein dat in grondhuur is, dat bij hen niet zo'n grote mate van zekerheid aanwezig is dat terugbetaald kan worden. Omdat bij grondhuur de vrees er is
dat wanneer de titelhouder zijn terrein niet in cultuur brengt, zoals dat moet, dat terrein kan ingetrokken worden. En als het terrein ingetrokken wordt, betekent dus dat die financierder, die bank, zijn geld verliest. Ja. Wanneer je met conversie een sterkere titel kan geven, eigendom. Dan heeft de bank die krediet verschaft meer grip op de zaak. Okay. Maar dan heeft die titelhouder ook voordelen, omdat hij of zij zijn terrein in cultuur kan brengen. Wanneer iemand een terrein heeft van 4 hectare in Coroni, met een felle plant tomaten in Coroni. Ik ga een concreet voorbeeld geven. En wanneer iemand 4 hectare terrein heeft in Coroni en geld wil gaan lenen om een beetje gemoderniseerd landbouw te doen, en hij gaat naar de bank met zijn grondhuurtitel, dan eist de bank zoveel dingen van die meneer of die mevrouw, waar die meneer of die mevrouw uiteindelijk zegt van Isabsang, liba saniere. Maar if Sami Bewansabi heeft aangegeven, wanneer maar zo titel, iemand een eigendomstitel heeft, kan die man makkelijker naar de bank gaan om die lening te nemen en zijn plantenkast te bouwen en die agrarische sector gemoderniseerd uit te voeren. Dat is toch in ieders belang? Ja, dus als u zegt een zwakke titel, bedoelt u dat het geen zakelijke gadget niet zo goed zaken kan doen met grondhuur? Dat is wat ik u aangeef, toch? Ja, ja. Het is minder comfortabel voor de bank om zaken te doen met de bank. Dit hebben de banken, de vertegenwoordiger van de bank, heeft dit in een sessie kenbaar gemaakt aan de commissie van rapporteurs. Ja. Met andere woorden, zij vinden dat die sterkere titel beter is. Toch? Maar het heeft meer voordelen. Ja. Het heeft meer voordelen toch, dan alleen maar dat. En laat me u zeggen, ik merk aan de overzijde bij mijn collega's dat ze een bezwaar hebben van die omzetting. En dat dat bezwaar gestoeld is op maar als je dat ding geeft in eigendom, gaan die mensen dat ding verkavelen en verkopen en noem maar op. Ja. Ik denk dat dat bekrompen denken is. Er is een wet in dit land dat te maken heeft met de ordening toch, en bij openbare werken. En wij moeten dan die wet goed gaan maken en sterker gaan maken, zodat niet iedereen overal verkavelingen kan neerzetten. Wanneer iemand in een landbouwgebied, wanneer dat terrein van 6 hectare of 5 hectare omgezet in conversie, en naar het oordeel van mensen, van de middelparmeester zegt ja, hij is tegenstander, maar hij onderbouwt het niet. Toch? Maar wanneer iemand dan in een gebied waar er aan reisbouw wordt gedaan, bij wijze van praten, conversie krijgt en zou willen verkavelen, dan moet openbare werken aan die man of die manier zeggen van nee, het kan niet. Je gaat die vergunning niet krijgen. Je moet die beperkingen opleggen. We moeten die ordening brengen. Je geeft die zekerheid, maar dan middels die wet breng je die ordening. En die wet is er. We moeten die wet scherper gaan stellen alleen maar. Ja. Dus die vrees hoeft echt niet te bestaan. Die vrees hoeft niet te bestaan. Maar ik heb gelezen dat er is voorgesteld dat 1 hectare 20.000 SAD verkocht moet worden. Laat me u aangeven, u hebt dat goed gelezen. Ja. Grondhuur wordt uitgegeven voor een duur van 40 jaren. Ja. En voor het verstrijken van de titel van grondhuur moet de titelhouder het terrein wederom aanvragen voor verlenging van die titel. Ja. Maar laat me uitgaan van die 40 jaar. Wanneer er is een nieuw staatsbesluit in concept klaar voor grondhuurverhoging. En dat gaat naar 50 SRD vermoedelijk, in de orde van 50. Laten we uitgaan van die 50 SRD per jaar. Per hectare per jaar. Ja. Huur. Ja. Dan betaal je voor die 40 jaren 2000 SRD. Mm-hmm. Voor die 40 jaren betaal je aan die staat 2000 SRD. Ik zeg, breng die conversiebedrag naar 20.000, wat je aan huur zou verdienen in 400 jaren. Mm-hmm. Want als je in 40 jaren 2000 verdient, op 1 hectare als staat, ga je die 20.000 in 400 jaren verdienen. Mm-hmm. Geef die man of die vrouw die mogelijkheid dat erin om te zetten in conversie. Dan brengt hij jou die 20.000 gulden direct. En dan voldoe je ook aan het doel dat gesteld is in het herstelplan. Ja. Het levert de staat middelen op. Dan kan je medicamenten kopen voor mensen. Ja, maar meneer Yogi, ik begrijp u helemaal. Maar 20.000 per hectare is weinig. Want als je vergelijkt, om je
Rokoman moest bijwaan, pisgrond voor bomen ofzo. Dan we zien dat tegen commercieel, dan waar vierkante meter de mij beginnen aan 20 euro ook bar. Ik denk dat uw vergelijking niet opgaat. Waarom niet? Sorry, dat ik met elkaar aan dat luistert u even. Luistert u. Uw vergelijking gaat niet op. 1 hectare, ik zeg, 1 hectare ik zeg, is 10.000 vierkante ik meter. Zeg, ik ja, zeg, toch? Ik zeg, dus, ik zeg. Was maar nog kan bij een hectare 20.000 SRD. Ik zeg dat je nu 50 SRD gaat betalen. Grondhuurvergoeding voor 1 hectare. Ja, dat klopt, dat weet en ik. En dan zou die overheid in 400 jaren... Ja. In 400 jaren ja. Die 20.000 krijgen. Ik zeg dus, in dat plaats van twee, even. In plaats van die 2.000, ja. Breng die conversie voor die man naar 20.000. Ja. Dan kan je als staat direct dat geld ontvangen. En laat mij een misverstand wegwerken, meneer ja. Hiwat. Toch? 1 hectare grond bewerken ja. Kost tijd, kost energie, kost moeite, kost bloed, kost geld. Ja. En wie dat kan bewerken... Die kan daarover praten. Ja. Wie dat niet kan bewerken, kan daarover niet praten. We kunnen hier rekenkundige modellen presenteren. Ja. Toch? En conversie heeft ook meerdere zaken ten grondslag. En een van de zaken die ten grondslag lijkt bij conversie is namelijk dat het de bedoeling is, ja inderdaad, dat de prijs van bouwkavels, en ik heb dat ook gezegd in mijn betoog, dat de prijs van bouwkavels naar beneden moet. De man of die vrouw die komt van de goudvelden en heeft 6.000, 7.000 euro gespaard, ja. Moet in staat zijn om een bouwkavel te kopen. Ik heb ook gezegd in het voorstel, bij de behandeling in de eerste ronde als voorzitter van de commissie van rapporteurs, dat de overheid ertoe moet overgaan om in alle districten, want dit punt wat u aankaart van ja. Kavels zijn duur, ik ben eens met u, daarom zeg ik, daarom moeten u goed luisteren, ja. Dat we in alle districten, ook in het binnenland, toch, projecten ontwikkelen voor de mensen, bouwkavels. En dat je alles in orde maakt voor die mensen. Licht, water, school, voetbalveld. Alles aan, winkel, alles aan. Dan wordt het een soort woonkern met alles erop en eraan. Waardoor je hierdoor die prijs van die bouwkavel naar beneden gaat brengen. Omdat die overheid zelf geeft. Ja. En die overheid moet geven. Waardoor je die verkavelaar een beetje buitenspel zet. Waardoor je de vrees die er is... Van mensen gaan grond krijgen in conversie en gaan ze dan, gaat dat dan omzetten in eigendom en verkopen. Dat je die vrees wegwerkt door zelf als overheid toch, die projecten te maken. En er is een ander voordeel. Ja, maar waarom ik worden die zaken niet gelijk meegenomen? Even, mag ik even praten? Ik zit al 20 jaar in het parlement. Ja. En elke jaar bij de begrotingsbehandeling hoor ik mensen terecht klagen van er is geen diesel voor de aggregaat van dorp A. Er is geen brandstof voor schoolvervoer in dorp B. Toch? Er is daar een probleem met drinkwater. Dit moet ook helpen om dat probleem op te lossen. Als je in... Kijk, wat heeft de regering gezegd? De regering heeft gezegd, ze gaan een tweede stad bouwen in Atjoni. Ja. Toch? Dat is goed. Maar wat je ook kan doen is, dat je als overheid dan in alle districten, en dat doe ik het voorstel, die projecten ontwikkelt. Waardoor je woonkernen ontwikkelt. Waardoor je mensen bij elkaar brengt naar het model van Frans-Guyana. Waardoor alles bij elkaar is. En dat geklaag van 20 jaar gaan we dan niet meer horen. Want ja, die leerkracht woont daar. Heeft een mooie dienstwoning. De politie is daar. Beschermt het gebied. Er is water. Er is licht. Toch? Alles is er. Desnoods zonne-energie. We moeten mensen helpen. Daar gaat het om. Maar nu hebben uw collega's enkele... voorstellen gepresenteerd. Ook mevrouw Huur heeft aangegeven dat de wet ruimtelijke ordening eerst aangenomen moet worden voordat we overgaan naar conversie. Want men heeft ook gezegd dat men grote grondbezitters wil accommoderen. En de zaal is nog niet zomaar. Luistert u, meneer Hiwat. Dus laat mij u aangeven. De wet grondconversie heeft niks te maken met groot grondbezitters. Laat dat duidelijk zijn. Het heeft te maken met mensen die 100 jaar en 50 jaar en 80 jaar en 70 jaar een stuk terrein in cultuur hebben. De Mai Wuroko vanaf 4 generaties daarop.
Help die mensen. Hebben die mensen geen recht? Als die mensen geen recht hebben in dit land, dan moeten we dat zeggen. Dan moeten we dat zeggen. Die mensen die 4 generaties in Bakkie wonen, in Komowene. Die mevrouw die met haar baby op de rug in een doek gebonden, pinda heeft geplant 25 jaar. Als die mevrouw geen recht heeft om haar 2 hectare en 3 hectare in eigendom om te zetten, dan moeten we dat zeggen. De man of de vrouw die in Coroni of in Para of in Brokopondo met het kind in de rug bomen heeft gekapt, bos heeft gekapt, heeft geplant, er spullen, er gezin heeft verzorgd. Als die mensen geen rechten hebben in dit land, dan moeten we dat zeggen. Toch? Ik zie niks verkeerds aan grondconversie. Bovendien... Ja, we gaan afsluiten. We moeten afsluiten. Bovendien, nogmaals, die ordening die moet komen. Sowieso moet die ordening komen. Ja. En die ordening is er deels al. Er zijn toch gebieden, ga je een voorbeeld geven van Wageningen. Ja. Iedereen weet toch dat Wageningen wordt gebruikt voor agrarische doeleinden. Klopt. Welke ordening ga je daar nog brengen? Iedereen weet bijvoorbeeld dat flora is uitgegeven voor bebouwing en bewoning, toch? Welke ordening ga je? Dus mensen moeten open en eerlijk zeggen wat de argumenten zijn die hun hinderen. Maar inom kibri kibri bakasani. Zeg eerlijk wat het argument is. Grondconversie heeft niks te maken met het accommoderen van groot grondbezit. Ik heb genoemd 25 hectare en minder, ja, is mijn voorstel. Ik zeg niet dat dat het is. Mm-hmm. En ik heb het gegooid in die discussie. Laat mensen inzichten presenteren. Dat is de bedoeling. En ik heb gezegd in het begin, het is onder de hamer, het is in behandeling. Toch? En daar gaan we samen uiteindelijk een gezamenlijke lijn uitzetten en vinden van jongens, en dit heeft draagvlak. En dit gaan we doen. Waarom zou ik niet met een voorstel mogen komen? Ja. Oké. Dat is dat gezegd, meneer Yogi. Wij bedanken u voor uw uitleg vanmorgen. En we hopen dat de gemeenschap begrijpt. Zang na a bigidul baka a pistorja. En vandaag wordt deze behandeling voortgezet. Dus we zullen het volgen. Dank u. Bedankt en succes.